Goed onderwijs is de basis voor de toekomst van ieder kind. Maar er zijn natuurlijk wel leerkrachten voor nodig. En daar is op dit moment een enorm tekort aan. Ik ga vandaag op bezoek bij basisschool De Rozemarn. En ik ben benieuwd hoe zij hier samen met andere basisscholen van Zonova mee omgaan. Joan, vertel, want er is een landelijk lerarentekort helaas. En hier in Amsterdam-Zuidoosten is dat 25%. Hoe gaan jullie hier als basisschool mee om? Het is inderdaad een uitdaging om de juiste bevoegde leerkrachten te vinden tegenwoordig. Met name nu kijken we dan gewoon intern in de school zelf. Wat kunnen we doen met de mensen die we in school hebben? Hebben we onderwijsassistenten, we hebben leerkrachtenondersteuners. Die proberen we met name te stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Om uiteindelijk ook als leerkracht de PABO te halen. We proberen stagiaires zoveel mogelijk te stimuleren. Zijinstromers zijn mensen die al een eerder beroep hadden en die graag de overstap naar het onderwijs willen maken. Ik ben zelf ook gestart als zijinstromer, ooit eens vanuit de juridische wereld overgestapt, leerkracht geweest, adjunct directeur, directeur. En ik kan zeker zeggen, het geeft je heel veel. Dus als je die keuze maakt, doe me vooral. Voor mensen die denken van, hey, maar ik wil graag met kleintjes, kleine kinderen, kinderopvang werken. Die verbinding kan ook gemaakt worden. Wij hebben ook een kinderopvang in school. En de samenwerking tussen school en welzijn, kinderopvang, dat is natuurlijk enorm om de stappen te maken. Dus ook daar zijn de mogelijkheden als mensen denken van, nou, dat vind ik leuk, vind ik interessant. Ja, ik kan me voorstellen dat het best wel pittig is, maar jullie zijn in ieder geval al heel goed bezig. Maar hoe kijken jullie hier op lange termijn tegenaan? Het blijft steeds wel creatief denken. Gelukkig worden we heel erg ondersteund door ons bestuur. Zowel bij het werven van leerkrachten. Het bestuur heeft gezorgd voor hele gunstige arbeidsvoorwaarden. Op social media wordt er heel veel aandacht besteed. Op radio, televisie. Ja, mooi om te horen. Ik ben ook nog benieuwd naar de rest van de school. En ik zou graag een leerkracht spreken wat hem of haar motiveert om hier in Amsterdam-Zuidoost te werken. Ja, hartstikke goed. En dan heb ik zeker een leuke leerkracht voor jou die wat meer kan vertellen. We gaan naar de techniekles van juf Hollande. Nou, ik heb er zin in. Dames en heren, wat zijn jullie hier aan het maken? We zijn het snellepuk spel aan het maken. En hebben jullie ook leuke leraren? Ja. Jullie hebben een juf en een meester? Ja. En wat maakt ze zo leuk dan? Onze meester is grappig en onze juffrouw is creatief. En waar hebben ze jullie dan bijvoorbeeld een keer heel goed mee geholpen? Met het boren, want eerst kon ik niet zo goed boren. En nu kan ik dat wel, omdat ze het me heeft laten zien hoe ik het recht moest houden. En hoe is dat voor jou om te horen, Hollande? Het is natuurlijk hartstikke leuk als je hoort dat je kinderen iets leert en dat ze dat ja, ook fijn vinden om te leren. En wat betekent lesgeven voor jou? Ik vind lesgeven, ja, het geeft veel energie. Ik vind het heel erg leuk. Vooral kinderen dingen leren. Die ze ook gewoon ook thuis kunnen gebruiken. En als je in de klas natuurlijk je methodes doet, je rekenen, je taal, spelling. En je ziet dat de kinderen eerst heel veel moeite mee hebben. En dan opeens zie je de ogen glinsteren. Dat ze zeggen van ja, we weten het nu. Dus dat geeft je heel veel plezier en heel veel energie. Nou, mooi om te horen, jongens. Dank jullie wel voor het meekijken. Jullie zijn goed bezig. En veel plezier nog. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Hey, het was wel bijzonder hoor, om Hollande en de kinderen zo over elkaar te horen praten. Maar het viel me ook al op dat leerkracht zijn veel meer inhoudt dan alleen maar rekenen en schrijven leren. Ja, zeker. Want eigenlijk ben je een soort rolmodel. Je bent degene die het kind ziet, degene die het kind veiligheid geeft in school. Er zijn kinderen waar heel veel gaande is, achter de deur. Je bent degene die moet signaleren als er iets is van, oh, wat moet ik doen? Moet ik in gesprek met het kind, met de ouders? Eigenlijk ben je medeopvoeder met de ouders. Dat maakt het vak ook zo mooi. Dat zag je denk ik ook duidelijk bij juf Hollande. Dat is een leerkracht met hart en ziel. Doet ze dat al jaren. Maar ze had ook heel veel interesse in techniek. Dus haar talent doet ze nu door speciale technieklessen te geven. En je ziet dat dat met zoveel enthousiasme gaat en zoveel liefde, omdat ze kan een deel van haarzelf kwijt. En de kinderen leren heel veel. En kun je me nog meer vertellen over de omgeving, het werken in Amsterdam-Zuidoost? Ja, Zuidoost is een hele diverse omgeving met heel veel verschillende nationaliteiten. Het is een omgeving waar we elkaar ontmoeten en elkaar ook graag willen leren kennen. Dat merk je ook aan onze ouders. En de leerkrachten die dat mooi vinden en vooral die contact met die verschillende culturen willen, verschillende mensen, verschillende ouders,
ja, dan is dit natuurlijk een prachtig gebied om te werken. Joan, mag ik jou heel erg bedanken voor vandaag. Ik vond het heel bijzonder om hier te mogen zijn. Ja, heel fijn dat je er was. En wil jij nou ook het verschil maken en kinderen begeleiden in hun pad? Waar kunnen ze dan meer informatie vinden, Joan? Op onze website werkenbijsanova.nl.